Ook de opleiding van de zorgprofessional verandert mee. Zo gebruiken studenten van de Paramedische Hogeschool een 3D-bestralingssimulator. Ik doe de opleiding medische, beeldvormende en radiotherapeutische technieken. En we hebben hier een 3D-systeem waarmee we leren om patiënten te bestralen. Ik heb net de 3D-modus aangezet op het systeem. Ik heb een 3D-bril opgezet. En nu lijkt het of je echt in de kamer staat en zelf aan het bedienen bent. We zien hier een borstkas van de patiënt op tafel liggen. Je kunt helemaal het echte 3D-gevoel krijgen doordat je helemaal om de patiënt kan draaien. Je kan om de organen draaien. En op die manier kun je de patiënt goed positioneren zodat hij klaar is voor de bestraling. Wat je hier ziet is een patiënt die bestraald zou worden op het hoofd-hals gedeelte. Het voordeel van 3D is dat je heel goed kan zien hoe de ligging is van die speekselklieren, hoe de ligging is van het ruggenmerg ten opzichte van de tumor, ten opzichte van andere organen, waardoor je die kennis mee kan nemen in het bepalen hoe ik de patiënt ga bestralen. En daarnaast kunnen we ook fouten of errors creëren. Stel, die patiënt die blijft niet goed liggen en die verplaatst zich een beetje. Dan kan je, doordat die kleuren zich veranderen, laten zien wat de invloed is op een kritiek orgaan en wat de invloed is op de tumor zelf.